Welkom sterke broeders bij weer een nieuwe video en vandaag hebben we de vraag van Vincent Mertens. En Vincent die vraagt aan ons, is het in een 6 tot 8 weken schema slim om tussendoor wat verschillende varianten van de oefening te doen? Zoals bicep curls met een barbell, met een dumbbell, etc. Of is het handiger als je een nieuw schema volgt, dus na 8 weken, dan pas te gaan switchen van oefeningen? Beste Vincent, als ik deze vraag ga beantwoorden, ga ik hem uit een iets andere visie. Wil ik hem uit twee kanten gaan beantwoorden. Als we kijken naar dit kanaal, dan hebben we merendeel mensen die spiermassa op willen bouwen. Dan heb ik het over bodybuilders en dan heb ik het over voor een groot deel mensen die sterker willen worden, powerlifters. Als we die twee met elkaar gaan vergelijken, een powerlifter die volgt een vrij strak schema, die heeft nummers om te halen. Daar, hij berekent zijn 1 RM, dan gaat hij met percentages werken. Weet hij van, oké, deze week moet ik 150 squatten, die week moet ik 200 squatten. En dan werkt hij daartussendoor, werkt hij naar op, 150, 155, 160, noem maar op. Hij kan dan wel wat assistentieoefeningen erbij doen natuurlijk. Maar iedereen die een powerlift schema volgt of daar wel eens aan heeft gedaan, die weet als je de hoofdoefeningen doet, squat, bench, deadlift, en je maakt daar 5 setjes 5 herhalingen mee, dat je daarna heel weinig energie hebt om nog iets extra's te doen. Natuurlijk kan je schema anders indelen, bijvoorbeeld 1 squatdag hebben en dan met wat variaties op die oefeningen. Alleen is licht eraan of je een gevorderde bent of een beginner. Mijn conclusie, een powerlifter volgt 9 van de 10 keer een strak geprogrammeerd schema en die haalt simpelweg nummers. Een bodybuilder daarentegen is ook handig natuurlijk als ze gaan squatten, benchen, deadliften. En heel veel mensen die combineren dit, die willen een beetje powerbuilding gaan doen. Die gaan ook dus de hoofdoefeningen doen, lekker zwaar. En daarna hebben ze assistentieoefeningen, isolatieoefeningen en noem maar op. Voor een bodybuilder is het alleen niet verplicht om zijn nummers te halen. Om op die squat lekker los te gaan en zware herhalingen te maken. Als hij die week daarna evenveel herhalingen doet of met evenveel gewicht squat, niks aan de hand. Waarom zou hij 5x5 gaan squatten? Tuurlijk kan het, is niet verplicht. Hij kan dus wel eigenlijk iets wat een variatie daarop maken. Hij kan lekker oefeningen gaan wisselen, zou dus kunnen. En of hij nou wat meer squat, wat minder squat, wat meer gewicht squat, wat minder, heeft er allemaal niet. Is allemaal niet heel erg noodzakelijk. Natuurlijk moet hij er tussen een bepaalde range zitten. Het moet niet te licht, niet te zwaar worden. Maar hij kan daar lekker mee spelen. En hij kan meer trainen op gevoel. Voel je een dag wat minder, kan je wat minder squatten. Voel je een dag wat beter, kan je wat beter squatten. Zoals die twee met elkaar vergelijken, zou ik zeggen, oké, bodybuilder kan vaker switchen. Kan iedere week wel wisselen. Sommige, vooral bekende, grote bodybuilders, die al jarenlang ervaring natuurlijk hebben, die kunnen wat switchen, maar dit verhaal heeft nog wel een staartje. Powerlifter dus niet, bodybuilder dus wel, mijn mening. Ik vind het alleen wel heel belangrijk. Hebben we het over een beginnende powerlifter, bodybuilder, of hebben we het over iemand die al ver gevorderd is? Een beginnende bodybuilder, en iemand die net spiermassa op wil. Iemand die net spiermassa op wil bouwen, die heeft niet een juiste mind-muscle connection. Die weet niet als hij gaat deadliften, is mijn borst groot, zijn mijn schouderbladen naar beneden, is mijn rug recht, activeer ik mijn heupstrekkers, mijn heupflexes. Die weet dat niet. Die deadlift, en desnoods staat hij met een bolle rug, die weet niet, oké, ik deadlift nu niet goed. Voor zo iemand is het dus slimmer om 8 weken lang eenzelfde schema aan te houden. Als ik uit eigen ervaring spreek, in de periode dat ik in de weekenden en een aantal dagen per week, naast mijn huidige baan, in een personal training studio werkte, was daar een collega van mij. En die gozer, die trainde nogal heel erg verschillend. De ene week deed hij dropsets, dan weer negatieve sets, dan stond een dumbbell rack, werkte die daar gewoon weer van licht naar zwaar toe. En telkens verzon hij variaties en variaties op oefening. Hij las van alles op internet. Hij was natuurlijk zeer gepassioneerd voor zijn vak. Wist goed wat hij deed. En hij zocht gewoon van alles op. Trainingsmethodes en noem maar op. Excentrisch teen en alle variaties die je daarop hebt. Van dropsets tot supersets tot giant sets. En de gekste dingen die hij zelf ook verzon.
En zo werkt hij gewoon zijn lichaam af en werkt iedere spiergroep af. En hij traint ook gewoon 3, misschien 4, weet ik niet zeker, maar 3 of 4 keer in de week. En natuurlijk bouwt hij spiermassa op, want hij weet waar hij mee bezig is. Hij heeft een goede mind-muscle connection. Hij weet van oké, na deze oefening is het wijs om deze oefening te doen. Het is na compound oefening A niet slim om compound oefening B te doen, aangezien dat te zwaar wordt. Die kan inschatten, ik ga 1 uur of 1,5 uur trainen. Ik heb nu zoveel energie en ik kan evenveel energie in al deze oefeningen stoppen als hij ze op de juiste manier uitvoert, niet intensief en et cetera, noem maar op. Dus werkt het? Ja, absoluut werkt het als je iedere week, desnoods iedere training, wisselt van oefeningen. Alleen, je hebt wel ervaring nodig in mijn ogen. En het nadeel is natuurlijk, als je geen ervaring hebt en je wilt iedere training gaat wisselen, nummer key point voor spiermassa is hypertrofie. Het is gewoon handig als je een bicep wilt laten groeien of welke spier dan ook, dat je die 3-4 keer per week traint. Dat je hem ene dag traint, één dag rust, andere dag weer traint. Op het moment dat jij 3 keer per week gaat trainen en je vergeet een bicep, zou je niet snel vergeten, maar je vergeet een spiergroep, je traint hem op maandag en daarna pas weer op vrijdag, dan is je progressie wel aanzienlijk langzaam dan als je hem bijvoorbeeld 3 keer per week zou trainen. Daarom zeg ik, deze vraag is wat gecompliceerder als hij lijkt. Ik zou zeggen, je bent een beginner. Ja, dan kun je beter aan een 8-weken programma houden, een 6-weken programma. Maak lekker dezelfde oefeningen, helemaal geen 3 verschillende trainingen in een week. 8 weken, haal die training 3 keer per week. Wen aan de oefeningen, leer, zo diep moet ik squatten. En leer te begrijpen van, ik ben aan het bankdrukken. Op een gegeven moment wordt het zwaar, mijn elleboog die gaat iets omhoog. Iedereen weet dat dat verboden is, dat dat niet mag. Leer je lichaam te kennen en leren te voelen van mijn elleboog komt iets omhoog, maar het is nog binnen de perken. Dit brengt geen schade tot mijn lichaam aan, En dit is niet slecht voor mijn lichaam. En leer al die oefeningen goed. Dus, conclusie van deze video. Ben je een beginner? Yes. Volg gewoon een programmaatje. Ben je gevorderd? Is in mijn ogen, kun je gaan switchen iedere week. Een gevorderde powerlifter zou ik iets anders aanpakken. Maar dat is iets voor de volgende video. Dit was Raymond. Total Strength. Ignite your fire and grow stronger.